Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel, meneer de gouverneur. Zeer interessant. Heel interessant wat u in uw uiteenzetting. Het is altijd goed om terug te kijken, om de cijfers te zien en om dan te kunnen zien wat gewerkt heeft. En ook om te kunnen zien welke beleidskeuzes minder goed gewerkt hebben in het verleden. Het kan een inspiratie zijn voor de toekomst. Zeker een aantal cijfers toch van de laatste 3-4 jaar laten mooie resultaten zien op vlak van koopkrachten, activeringsgraad enzovoort enzovoort. Ik onthoud uit uw inleiding wel een aantal zaken. Eén, er is goed hervormd de laatste jaren, maar te weinig. We hadden eigenlijk nog meer moeten kunnen doen. Twee, er blijft vooral nog een grote uitdaging op vlak van de uitgaven. Drie, de publieke investeringen zitten laag. En vier, en ik denk dat dat nog niet genoeg benadrukt is, de komende jaren zullen we niet alleen de schuldgraad onder controle moeten houden, maar ook echt het vorderingensaldo. Dus ik merk in de debatten soms dat er gewoon gekeken wordt, ja, had die schuld boven de 100% of niet? En zolang dat niet het geval is, dan zit het allemaal wel safe. Maar uit uw betoog maak ik toch op dat niet het geval is. Dat we echt zullen moeten kijken dat we geen bijkomende tekorten opbouwen. Kort samengevat wat ik onthoud uit. De vragen dan. Zou ik één nog wel willen hebben over de uitdagingen. En dan twee over het monetair beleid. Dat is een van mijn favoriete thema's. Een punt dat in uw presentatie minder naar boven is gekomen, is ook logisch, want de discussies zijn pas opgestart, zijn de discussies over het nieuwe Europese meerjarig financieel kader. En alle afspraken die daar in dat verband worden gemaakt. Wat u wel heeft gezegd, en zeer terecht, goede boodschap aan commissaris Gentiloni, is dat er mogelijk gekeken kan worden in uw opzicht naar flexibiliteit, maar dan wel op voorwaarde dat de eerste tekorten in België naar 1% worden gebracht, dan naar de MTO en pas nadien gekeken kan worden naar flexibiliteit om andere zaken te doen. Ik hoop dat de collega's in de zaal deze passage ook goed hebben gehoord. Dat is één iets over Europa. Maar het tweede is die Europese begroting. We hadden vanochtend premier Wilmès ook te gast hier in de Kamer die verslag heeft gedaan van de Europese top. Daar is zeer veel over te zeggen, maar het beeld dat daar wat blijft hangen is dat het ambitieniveau niet super groot lijkt om een echte zware shift te doen binnen het Europees budget. En waarom is dat voor ons zo belangrijk als de traditionele sectoren binnen de EU, en dan gaat het over landbouw, cohesie, middelen, als die navenant blijven, als daar niet echt een verschuiving uit gebeurt, dan weten wij ook dat dat middelen zijn die wij bijdragen aan de Europese Unie, maar die niet terugkomen naar onze economie hier in dit land, maar vooral terechtkomen in andere landen van de Europese Unie, oosten en zuiden van Europa. Als er wel een belangrijkere shift zou zijn in het Europees budget richting meer innovatie, richting meer excellentie en de groeisectoren, dan weten we ook waar die centen terechtkomen. Dan is dat wel meer bij ons. Ik weet niet in welke mate jullie daar, en dat is dan de vraag, ook contacten hebben en afweging kunnen maken hoe het een aan het ander gekoppeld kan zijn en hoe we snel simulaties kunnen draaien wanneer dat nodig zal blijken de komende weken en maanden. Minder innovatie wil zeggen meer belastingsgeld van ons die naar ergens anders verandert. Trekt. Daar komt het op neer. En dan een tweede punt rond het Europese monetair beleid. Het valt op, of het geeft toch de indruk dat mevrouw Lagarde een andere bestuurstijl heeft dan meneer Draghi, die ik wel een beetje ken, omdat ik hem in het Europees parlement vaak ben tegengekomen. Ik was toen ook ondervoorzitter van de parlementscommissie daar. Ik wil misschien wel eens zeggen, zeer blij eigenlijk dat er minder publieke stellingnames zijn van gouverneurs. Dus dat er minder uit de biecht wordt gepraat, dat we minder lezen in de krant. Dus altijd plezant om zo wat de verhalen en de feuilletons te kunnen volgen. Maar dat is niet nuttig voor de stabiliteit van ons monetair beleid. En het is opmerkelijk dat de laatste maanden niet meer is gebeurd. Dus ik hoop oprecht dat betekent... Oh, er zijn twee redenen. Eén, we hebben gelezen dat u allemaal uw gsm moet wegleggen wanneer u vergadert met mevrouw Lagarde. Dat kan een reden zijn waarom er misschien minder gelekt wordt. Maar ik hoop dat de andere reden belangrijker is. En dat is dat zij ook luistert naar iedereen in de zaal. En naar zowel de mensen die meer aan de kant van de duiven of dan ook aan de kant van de haviken staan, om dan die terminologie maar eens te gebruiken. Maar dus op dat vlak... Momenteel ziet dat er goed uit. We hebben haar trouwens ook uitgenodigd om naar deze commissie te komen. Ik weet niet, voorzitter, of daar al nieuws is of we al een antwoord hebben gekregen van mevrouw Lagarde. Om hier nog geen antwoord. Eén, mevrouw Lagarde. Twee, uw positie.
Ik denk dat het zeer belangrijk en zeer goed is dat u hier publiek en zelf heeft te kennen gegeven dat u het pakket heeft gesteund. Hè. Want er waren wel wat vragen over in de pers. Het was niet helemaal duidelijk op welke, waar u stond in die discussie. Gaandeweg iets meer duidelijkheid, maar toch altijd wel een zekere vloe over. Ik heb ook de minister van Financiën daarover ondervraagd, die doorverwezen had naar u. Dus ik denk dat het zeer goed en belangrijk is dat u die stellingname doet. Want dus, laat ons benadrukken, uw bank is onafhankelijk, absoluut. Maar dat betekent niet onverantwoordelijk. Hè. Dat betekent niet dat u niet accountable bent. En de ganse instellingen en directieraad van de ECB voor de keuzes die gemaakt worden. En dus het is zeer goed dat u hier die accountability uitvoert. En dat u ook zeer mooi argumenteert waarom u tot een bepaalde keuze bent gekomen. Ik denk dat dat alle respect verdient. Hè. U heeft ook gevraagd wat onze persoonlijke insteken dan dat waren, onze afwegingen, onze politieke inzichten daar ook. Misschien een eerste punt over uw presentatie. U leed op een gegeven moment wat uitschijnen dat de ECB niet te verantwoordelijk is van de lage rentes. Dus juist, hè, bedoel, de internationale markten hebben daar een impact en drukken die rentes ook naar beneden. Maar het is natuurlijk ook niet waar alsof de ECB daar totaal niks mee te maken zou hebben. Hè. Als dat het geval zou zijn, als u er geen impact op hebt, ja, dan zou u dat lakse monetaire beleid gewoonweg niet voeren, natuurlijk. Hè. Dus dat is misschien gewoon een kleine bemerking bij de PowerPoint-presentatie. Een tweede kleine bemerking is, op een gegeven moment staat er lage rente en andere structurele uitdagingen. Ik weet niet of de lage rente een structurele uitdaging is. Ik mag hopen van niets. Hè. Dus die en andere... Daar zou ik misschien een andere term voor gebruiken. Maar dat zijn kleinigheden. Hè. Meer inhoudelijk dan, met betrekking tot dat monetair beleid. Ja, ik ben daar geen grote fan van. We zijn daar geen grote fan van. Ongetwijfeld weet u dat ook. Toen Johan van Overtveld minister van Financiën was, was hij ook de eerste die wees op de negatieve zij-effecten van dat lakse monetair beleid. Dat mocht toen absoluut nog niet gezegd worden. Daar moest over gezwegen worden. Ik ben blij dat verschillende van die vragen en bemerkingen intussen toch ook terecht blijken te zijn. En ook zelfs in uw discours hier vandaag naar boven komen. Ik vat ze kort samen. Eén, zeer belangrijk, dat lakse monetair beleid haalt echt te veel druk van de hervormingsketel. We hebben dat zelf gezien in de federale regering de laatste jaren. Op een gegeven moment was de dash er effectief wat uit, omdat gewoon die lage rente mee wordt ingecalculeerd. U zei dat straks voor corona, ik kom er ook nog op terug, dat er geen monetaire marge meer is, maar wel budgetaire marge. Maar in uw inleiding heb u ook gezegd dat die budgetaire marge al uitgegeven is. En dat zie je natuurlijk wel niet alleen in dit land, maar in zeer vele landen, is dat de druk van de hervormingsketel wat eraf wordt gehaald. Ik heb het altijd wel wat jammer gevonden, ook in de vraagstelling die ik daarover aan Mario Draghi heb gedaan. Tussen de lijnen door kon daar altijd zo wat uitschijnen, of gaf toch minstens een indruk, dat hij als centraal bankier geen vertrouwen had in de politici om te hervormen. En dat ze dan maar zeggen, nou, dan moeten bankiers het maar doen in hun plaats. En dat is eigenlijk niet goed. We moeten politici voor hun verantwoordelijkheid stellen en zorgen dat ze doen wat moet gebeuren. Als er moet hervormd worden, politiek hervormd worden, dan moet dat hier gebeuren in het huis van de democratie. En dat moet niet tot het takenpakket van centrale bankiers behoren. Maar dus één, het haalt de druk van de hervormingsketel. Twee, het zorgt voor meer ongelijkheid. Ook daar zijn intussen heel wat studies die bevestigen toch dat vooral de mensen die wat rijker zijn, wat meer centen hebben, profiteren van dat beleid en de anderen niet. Dus de drempel tussen beiden wordt groter. Het derde punt, de stabiliteit. Stabiliteit kon onder druk te staan enerzijds van ons economisch model. U heeft zelf verwezen naar de bubbels die kunnen ontstaan in verschillende markten. Maar ook rond economisch model, om het woordje corona nog maar eens te laten vallen. We hebben al een bazooka gebruikt, hè, met QE. En je kan die bazooka helaas geen twee keer gebruiken, tenzij we Hongkongse avonturen gaan opstarten met helicopter money, waar ik nog minder fan van ben. Dus laat ons hopen dat we daarvan gespaard blijven. Maar het zet dus ons economisch model onder druk, maar ook ons financieel model. Het is goed om in uw statistieken te horen dat onze banken wel nog rendabel zijn, ook in internationaal perspectief. We hebben hier Fevelfin ook gehad een aantal weken geleden, die een licht andere analyse maken.
Maar hoe meer data op dat vlak aan ons bezorgd kunnen worden, hoe interessanter het is. Want ik kan me inbeelden dat de banken en financiële instellingen kern van het debat zullen blijven de komende jaren. Zeker wanneer mijn partij niet in de regering zit en men op zoek gaat naar nieuwe belastingen, hè, om het maar zo te benoemen. Maar bon, dat is nu het punt niet. Het punt is wel dat dat lakse monetair beleid de stabiliteit onder druk zet van het economisch model en van het financieel model. We hebben het over de pensioenfondsen zelfs nog niet gehad. En dan een laatste kritiekpunt daarbij is, ja, het zet aan tot een schuldeconomie. Het is zowel bij de overheden, die niet hervormen of onvoldoende hervormen, maar vooral en maar tegelijk ook op de private sector. Mensen die gewoon, en dat is ook de bedoeling van het beleid, dat we aankopen gewoon meer naar voren trekken. Dat mensen sneller geld uitgeven om op zijn kijns de economie aan te zwengelen. Maakt wel dat we zien het toch overal, dat onze privépersonen eigenlijk wat te veel geld uitgeven. Of dat mensen die het soms niet altijd aankunnen, misschien iets te veel risico's nemen. Ik zal het voorzichtig formuleren. En ik maak me daar echt oprecht serieuze zorgen over. Want nogmaals, lage rente en andere structurele uitdagingen, volgens mij is die lage rente niet structureel. Ooit zal die moeten stijgen. En dan zullen we de miserie zien. U had ook vragen over, dus dat was één, uw vraag van wat denken jullie daar nu van? Hè? Twee is, de andere vragen waren over het mandaat voor de toekomst. Voor ons en mij persoonlijk ook blijft prijsstabiliteit daar de absolute prioriteit. Er zijn discussies, lezen wij, over de 2%-norm. Is het close to but below? Of moet het in de buurt van komen? Laat het maar wat het is, zou ik denken. In de zin van nog meer incentives geven om flexibiliteit in het mandaat in te voeren. Ik weet niet of dat de credibiliteit van ons monetair beleid zal bevorderen. Bovendien lijkt u wel in staat om al in het huidige mandaat bijzonder wat flexibiliteit te vinden. Dus ik weet niet of daar nog een extra incentive voor nodig is. Twee, er is ook een vraag over de woningprijzen. Dat is een vraag die ik in het Europees Parlement een paar jaar geleden al had gesteld. En toen was er nog geen enkele appetijt om die op te nemen in de index enzovoort en de berekeningen. Ik denk echt dat dat moet gebeuren, omdat een euro kan je maar één keer uitgeven. En we zien toch dat mensen heel wat uitgeven aan de baksteen in hun maag. En dat betekent ook dat hun koopkracht op andere domeinen onder druk komt te staan. Wat niet zo gemakkelijk is natuurlijk om te doen, om die woningprijzen ook effectief te gaan verrekenen in de modellen. Dus ik zie daar absoluut de technische uitdagingen in. Maar ik denk wel dat dat zeker voor, u zegt zeer terecht, dat QE, dat u als dat de ECB Governing Council niet anders kan doen dan een Europees beleid voeren. We zitten nu eenmaal met een euro die impact heeft overal, maar dat we dan wel moeten pinpointen waar de specifieke uitdagingen en problemen zitten. En voor ons is dat wel een van de belangrijkste, die huizenmarkten en hoe we daar de oververhitting ervan wat kunnen temperen. Ik ben blij dat verschillende regeringen in dit land daar wel maatregelen nemen. Maar er is al meer nodig zijn. Tenslotte bij dat punt ook nog of er aandacht moet zijn voor andere doelstellingen en uitdagingen, is ook een van uw vragen, in plaats van prijsstabiliteit. Daar zou ik op zijn Vlaams blijven zeggen, schoenmaker, blijf bij uw leest. Ik denk echt dat de prioriteit van de monetaire politiek moet zijn prijsstabiliteit, financiële stabiliteit. En dat het aan politici is om politiek beleid te voeren. Ook en niet in het minst, en ik meen dat oprecht, voor alle discussies rond de onafhankelijkheid van uw instelling. Op het moment dat u in meer maatschappelijke discussies terechtkomt, betekent dat ook dat u meer deel wordt van een politiek debat. En dat kunnen we eigenlijk in onzekere tijden beter vermijden. Een stabiele actor als een centrale bank. Er is een reden waarom er geen geldpers hier in de Kamer staat. Maar dat die wel bij uw diensten staat. Omdat het toch belangrijk is dat er wat Chinese muren zijn. En je de kat niet te vaak bij de melk moet zetten. En dan spreek ik over onze eigen beroepsgroep. Ten slotte, om af te ronden, was er ook een vraag of mensen voldoende op de hoogte zijn van wat u allemaal doet en of u aan uw communicatie nog wat extra kan schaven. Ik denk dat dat een uitdaging is voor u, maar voor ons allemaal. Ik ga nooit vergeten, we hebben de indexsprong gedaan in dit land een aantal jaar geleden. Dat ging over, als ik mij goed herinner, gemiddeld ongeveer 8 euro per maand, dus 96 euro per jaar. Er is weken over betoogd. De koopkracht die werd aangepakt, grote miserie.
Als je in tegenstelling kijkt naar de impact van het laxe monetaire beleid de laatste jaren, dan is dat een impact van honderden euro's per gemiddeld huishouden. En niemand die dat weet. Niemand die dat weet. Voor het ene 96 euro hebben we weken betogingen gehad. Voor een laks monetair beleid hebben we niks gezien. En eigenlijk is dat niet goed. We zouden toch mensen wat bewuster moeten maken over wat er precies met hun geld gebeurt. Welke beslissingen daarover worden genomen. En dus daarom, helemaal afsluitend, nogmaals dank. En een aanmoediging om dat in de toekomst te blijven doen, te communiceren waarom een aantal keuzes worden gemaakt. En dan is het onze taak om de onafhankelijkheid en uw positie daarin te respecteren en voluit te respecteren en tegelijk te zien dat dat debat dan politiek daarnaast gevoerd kan worden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Lounès. J'espère que vous avez tout retenu. Ik heb veel genoteerd, dus ik aarzel waarmee ik moet beginnen, maar... Ik volg u zeker en duidelijk in dat onafhankelijk komt met een prijs, met de prijs van een beperkte mandaat. We kunnen niet tegelijkertijd onafhankelijk zijn en de scope van onze activiteit, mandaat en de interpretatie ervan te breed interpreteren. Nu, ik ben en ik was duidelijk een fan van Mario Draghi. Ik denk dat... de eurozone redden en de euro redden deel was van onze mandaat. En ik heb dat zeer recent in een Beurszeitung-artikel gezegd. Ik voel me niet comfortabel met het idee dat wij bijvoorbeeld monetair beleid rechtstreeks zouden gebruiken, bijvoorbeeld als ondersteuning van een Green Deal. Nog eens, omdat ik denk dat dat hoort bij de politiek en dat de keuzes die gemaakt moeten worden, horen bij het politiek. Dus er zijn dingen die wij kunnen doen. Ik denk over de taxonomie, impact op financiële stabiliteit, impact op collateraalsbeleid, inschatting van de risico's, beter begrip te hebben over gewoon het impact van de groene transitie voor onze economie. Dat is denk ik een goede basis. En veel weten wij niet. En dat is een beetje deel van bezorgdheid dat we een zeer mooie ambitie hebben, maar in feite zoveel informatie en begrip voor wat dat inhoudt is, hebben wij nog niet. Zeker niet op niveau van de Nationale Bank. De neveneffect van monetair beleid. Ongelijkheid niet zo duidelijk. In feite, als men rekening houdt met het impact van monetair beleid op overheidsfinanciën, tewerkstelling, groei... voor wat het waard is, de analyses die wij gemaakt hebben op niveau van de ECB, gaan een beetje meer in de richting van een positief impact op ongelijkheid en niet op een negatief impact. Wat zeer zichtbaar is inderdaad het impact op de beurzen. En dat impact gaat inderdaad in de richting van meer ongelijkheid. Maar er zijn veel andere impacten. De 10 miljard besparing op niveau van de overheid, de zoveel duizenden jobs... Dus niet zo evident. Minder druk voor hervormingen. Dat is duidelijk een eveneffect. Iemand zoals Mario Monti heeft duidelijk gezegd, zonder de ECB, zonder Mario Draghi, was er geen meerderheid voor de vijf sterren en voor Lega in Italië. Maar als we daarmee beginnen rekening te houden, dan is het niet meer doenbaar. Op een zeker moment moeten wij abstractie maken, denk ik, van het impact van onze monetair beleid op dergelijke dingen. Wij zijn ons ervan bewust. Maar nog eens, op een zeker moment, we hebben een mandaat. Het gaat over prijsstabiliteit. Wij moeten duidelijk kijken over de neveneffect van onze beleid op dingen die dicht bij onze centraal mandaat staan, dus bijvoorbeeld financiële stabiliteit. Ik denk dat dat een no-brainer is. Maar als wij te breed kijken, dan is het niet meer te doen. Ik kijk een beetje op mijn papier. Ja, budgettaire marge. Ik heb gezegd, we hebben die al gebruikt. De besparing, de 10 miljard besparing op de rentevoet, last van de schuld, hebben wij al gebruikt.
omdat het tekort stijgt en daalt niet. Dat wil niet zeggen dat wij helemaal geen ruimte meer hebben. Maar dan is de vraag, willen wij de ruimte gebruiken op een moment dat er geen echte dringend nood is aan een begrotingsondersteuning van de economie? Ik zou wachten voor het moment dat wij geconfronteerd zijn met een recessie of een duidelijk risico van recessie. Of het nu al het geval is met corona, weet ik niet. Maar ik zou onze ruimte zeker niet gebruiken in, zou ik zeggen, normale omstandigheden. Lagarde versus Draghi. Ik denk dat ze op een goede moment aankomt, omdat er duidelijk spanningen waren binnen de Governing Council. En dat is, dat blijft tussen ons. Was ook geen grote geheim. Ik zou de rol van Mario Draghi in dit verhaal niet onderschatten. Hij heeft de euro gered. In feite heeft hij enorm veel gedaan voor Duitsland. Ze zijn er zich niet van bewust. Maar stel dat we een heel zwaar eurocrisis zouden gehad hebben, dat had ook een enorm negatief impact gehad op Duitsland, op Nederland, op België. En wij kijken veel op de negatieve neveneffect van een monetair beleid. Maar als ik de vraag zou vandaag stellen, oké, plus 2%. En men begint te kijken, impact op de beurzen, impact op de financiële markten, impact op de banken, impact op de overheidsfinanciën enzovoort. En dan zijn er veel mensen die tot de vaststelling komen, ja, leuk is het niet, maar misschien hebben wij geen betere oplossing. En ik ben niet op mijn gemak. Het is duidelijk geen gemakkelijk keus dat we moeten maken. Wij zijn buiten onze comfortzone. Maar ik blijf van mening dat dat de beste oplossing was in een zeer moeilijk en ook eigenaardig omgeving, waarover wij te weinig weten in feite, omdat het zeer specifiek en uniek omstandigheden zijn. En ik zal misschien daarmee stoppen. Gewoon één zin hoor. Impact op uw laatste stelling, dan denk ik dat u uw slide niet moet aanpassen. Dan mag het blijven lage rente en andere structurele uitdagingen.